10 vrienden besloten op 12 januari 11 vissen, goudvissen te gooien in de Jansbeek in Arnhem. Een actie die nogal wat voor wat commotie zorgde. Uiterlijk aanstaande maandag dan moeten de vrienden ervoor zorgen dat er geen goudvis meer te vinden is in de beek. Rob Garretsen, het was jouw idee om die vissen daarin te gooien. Waarom deed je dat? Nou, we zaten een keertje met een groepje vrienden in de kroeg, Café Hacking, onze stamkroeg. En daar zaten we naar de Jansbeek te kijken en we denken, ja, daar stroomt een watertje, maar er zit niks in. En toen hadden wij het idee bedacht van, nou weet je wat, we gaan daar met een paar jongens, gaan we naar een paar visjes loslaten. En zo is het ontstaan. Ja, verder niet over nagedacht dat wat reacties zou losmaken. Nee, dat het dit zou worden, dit belachelijke gedoe, nee, dat hadden wij niet verwacht, nee. Belachelijk gedoe, dan kom ik bij jou, Leo de Groot van de Partij voor de Dieren. Want jij vindt het helemaal geen belachelijk gedoe, hè, dat die vissen weer eruit gehaald moeten worden. Nou ja, belachelijk gedoe. Ik heb ervan gehoord en ik heb meteen aan de wethouder gevraagd, zeg maar, wat dan verder zou moeten gebeuren. Want we hebben afgesproken dat die beek, dat daar het leven wat daar van nature in komt, dat dat de kans krijgt om te ontwikkelen. En als je daar goudvissen inzet, dan kan dat ten eerste niet gebeuren. En daarna kwam het bezwaar ook nog dat die goudvissen de Rijn in zouden kunnen en daar zouden kunnen paren met kroeskarpers. Want eigenlijk zeg je, als je die goudvissen in zo'n beek gooit, dan heeft dat gevolgen voor alles wat daar al wel leeft. Ja, nou, er leeft nog heel weinig. Er worden planten neergezet. Er komen automatisch komen er insecten die daar eieren in leggen. Er komen larven en dan krijg je watertorretjes enzovoort. Nou, als er goudvissen in zitten, dan die vreten alles weg. Dus dan komt er nooit leven in. En dat was dus niet de bedoeling. En nee. Ik wist dat. Dus ik heb de wethouder gewoon vragen gesteld van wat gaan we eraan doen. En die heeft daar serieus werk van gemaakt. Daar ben jij heel blij mee. Want je had het ook nog over, ze kunnen naar de Rijn. En dan kunnen ze kruisen met? Ja, met kroeskarpers. Dat wordt dan gezegd. Is dat erg? Nou, dat is op zich is dat wel erg. Jawel, want... Het is een vraag. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Amerikaanse rivierkreeft, die heeft de gewone rivierkreeft, de Nederlandse inheemse soort, totaal weggedrukt uit de natuur. Op het moment dat jij bepaalde exoten in de natuur krijgt, en die drukken de normale vorm, de normale dieren weg uit de natuur, dan is dat een verlies van biodiversiteit. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is ook niet jullie bedoeling geweest, mag ik hopen. Nee, nou goed, ik ben zelf beroepvisser. Ik heb al 35 jaar zit ik in de viskwekerij. Ik wist dondersgoed wat ik ging doen. Een goudvis is zo groot, een kroeskarper is zo groot. Nou wordt er gezegd, als een goudvis gaat kruisen met een kroeskarper, dan krijgt hij een oranje gloed. En dan sterft hij uit in wateren. Nou heb ik even een kroeskarper opgezocht. Dit is een kroeskarper. Wat zien we? Hij heeft een oranje gloed. En ze bestaan al duizenden jaren in Nederland en Europa. Dus het verhaal dat ze gaan kruisen met een kroeskarper is grote onzin. Grote onzin, meneer De Groot, wordt hier gezegd. Kijk, Leo, dit is een kroeskarper, oranje. Ja, Rob zegt net al, goudvissen, dat zijn zulke beestjes. Maar Rob weet dan ook dondersgoed dat goudvissen niet alleen zulke beestjes zijn, maar die worden in de natuur ook zo groot als ze genoeg te eten hebben. Het zijn echt vraatzuchtige dieren. Maar het gaat er vooral ook om wat er in die beek gebeurt. Dat heb je net uitgelegd. Desalniettemin, die vissen moeten eruit voor aanstaande maandag. Want anders worden ze eruit gehaald voor jullie en dan mag je de rekening betalen. Ja, oké. Jij hebt een Facebook-evenement aangemaakt, want jullie gaan daadwerkelijk die vissen verwijderen zondag. Ja, ik heb een Facebook-evenement aangemaakt samen met mijn maatje André van Bovenen van Arnhem en Stad. En die gaat even vertellen wat we gaan doen. Ja, we hebben het praktische maar erbij gepakt dan. We gaan de vissen eruit halen. En met hoeveel mensen gaan jullie dat doen? Nou, we schatten een kleine 200-300 mensen die we gecharterd hebben en die mee willen doen. En we gaan er een leuk evenement. Maar jij denkt echt dat er 200-300 mensen op afkomen? Ja, dat denken wij wel, ja. Voor de vissen, voor die elf? Ja, voor het ludieke eigenlijk eromheen. En we hebben er een leuke actie omheen bedacht. We geven visnetjes gaan we uitdelen aan kinderen, zodat ze ook de beek kunnen schoonmaken. Wordt u daar blij van, meneer De Groot? De beek wordt ook schoongemaakt. Er zit natuurlijk een heleboel... Gaat u meehelpen zondag? Zou me zo kunnen. Er zit natuurlijk een heleboel plastic en rotzooi wat er ook in zit. Ja. En dan maken we,
maken we daar gebruik van om dat eruit te halen? Het mag niet, niet meer doen. Zondag die beek schoonmaken. Ja, nou oké, daar wil ik nog even op terugkomen. Heel kort. Er wordt verteld dat de vissen onder de duikers zitten, onder de straten. Ja. Daar hebben we deze bal voor. Dit is een vissonar. Die wordt op het water gelegd en via een app op de telefoon kan je precies zien waar de vissen zich bevinden. Die laten we onder de straten doorlopen, zodat wij precies kunnen zien waar de vissen en zijn. En niet stiekem al 11 goudvissen meenemen, hè? Ja, maar er zitten er al meer dan 100 in, maar die zijn door de reigers eruit gehaald in de winter. Ja. Dus er zitten echt geen vissen meer in. We gaan het allemaal in de gaten we houden of de vissen zijn vissen die jullie vangen, er ook... Dus allemaal Arnhem en Stad, kom langs zondag 12 tot 4, mogen jullie meedoen. Nou, dan wordt het in ieder geval weer opgelost. U gaat misschien wel meehelpen. En ik hoop dat jullie dit soort dingen gewoon niet meer doen. Andere grapjes bedenken die de natuur niet schaden. Nou, dus schaadt dus de natuur niet.